Welkom op de Jan van Eyck Academie, de online omgeving. Ik ben Hicham Khalidi, de directeur van de Jan van Eyck Academie. Vanavond het schrijversgesprek met niemand minder dan Adriaan van Dis en onze schrijver in residentie Inge Schilpenoort. De avond wordt gemodereerd door Erik Lindner. En ik wens jullie een hele fijne avond en ik geef de microfoon nu aan Erik. Dank u wel. Goedenavond en welkom opnieuw bij de Jan van Eyck Academie Digitaal. Dank je, Hicham, voor deze korte inleiding. Zoals gezegd, we hebben twee gasten met wie we vanavond gaan spreken over hun twee laatste boeken. Inge Schilpenoort, writer in residence van de Academie en auteur van het boek Muithond. En hier is Adriaan van Dis, die net publiceerde Cliffie, Woede in de Republiek Nederland. Ik wou zeggen de Republiek der Nederlanden, maar het is de Republiek Nederland. Voordat wij gaan praten, moet ik heel even iets in het Engels zeggen voor de deelnemers van de Academie die ons niet kunnen verstaan. En in een minuut of twee ben ik weer terug bij jullie in het Nederlands. Welcome everybody at this writer's talk between Inge Schilpenoort en Adriaan van Dis. For the ones who don't understand Dutch, I would advise you to go to Zoom and open the, I have to ask our technician, not the chat function, but the audio function. Translation function. And there you can choose English and you will hear Joris as an interpreter saying everything we say in Dutch immediately in English. Like you will hear 20% of our talk in Dutch and the rest his voice. And like that, also maybe with the help of some knowledge of Dutch since you're here sometime, I hope you will be able to follow the conversation which we have. Now I switch back to Dutch. Okay, welkom Inge en welkom Adriaan. Het is een plezier jullie te hebben. Ik heb deze twee boeken gelezen voor vanavond. Dus je graai ook. Dankjewel, Muithond en Cliffie. Ik ga meteen zeggen, je zult het er niet mee eens zijn Adriaan, dat het de meest uiteenlopende boeken denkbaar lijken. Dan heb ik het over het lettertype en de vormgeving. Het een is gelamineerd, het ander niet. Of ze compleet uit elkaar lopen, dat zullen we misschien over een klein uurtje weten. Voordat we beginnen, Inge, wil ik jou vragen. Eigenlijk, dit boek is van een tijdje geleden. Je bent nu, 2,5 maand in de Jan van Eyck aan het werken. Ja, bijna drie, ja. Hoe bevalt het om op een internationale postdoc multimedia instituut als een schrijver te zitten schrijven en het programma mee te maken? Ja, dat bevalt zeer goed. Ik vind het eigenlijk gewoon heel geweldig om hier te zijn. Het is echt, het is wel een luxe positie, vind ik, om verschillende redenen. Het is leuk om in Maastricht te zijn en zo natuurlijk. Het is fantastisch, vind ik, om zoveel tijd te hebben om me gewoon alleen te richten op het schrijven. En normaal werk ik er ook bij. En de Jan van Eyck vind ik gewoon een hele fijne omgeving om te zijn. Het is heel inspirerend. Dat is natuurlijk ook een beetje zo'n, wat is er nou inspirerend aan? Maar ik vind het echt heel fijn gewoon om iedere dag hier naartoe te kunnen komen. Ik heb hier mijn studio, ik kan hier schrijven. En tegelijkertijd de mensen die ik hier ontmoet, die zijn allemaal heel erg, iedereen is zo met zijn eigen unieke proces bezig. En tegelijkertijd is er heel veel interactie en heel veel kruisbestuiving tussen allerlei verschillende kunstenaars hier. En daar, daar liefde ik ook een beetje op mee. Oké. En zonder je onder druk te willen zetten, want het is een residentieprogramma, maar toch, we zijn benieuwd, nu je er al een tijdje zit, hoe het vordert met je tweede boek en hoe het schrijven zelf zich ontwikkelt. Je hoeft er niks over te zeggen, want als je nog niet wil praten over een boek wat nog niet is verschenen, kan dat natuurlijk. Maar ik kan er sowieso over het proces natuurlijk wel het een en ander vertellen. Nou, ik werk hier echt wel heel erg hard. Het komt voor mij ook echt wel op een heel goed moment, denk ik. Want inderdaad, mijn eerste boek is alweer best wel een tijdje geleden, uit 2015. En die jaren daarna ben ik ook druk, naast mijn werk ben ik ook druk geweest met vertalingen en
de film die er is geweest, waar ik aan mee heb gewerkt. De film Muidhond, ja. Ja. En langzaamaan kwam ik een beetje los zeg maar, van dat boek en begon ik na te denken over een volgende. Toen ben ik een tijd lang veel bezig geweest met research. En ik heb ook heel veel geschreven, wel al aan dat tweede boek. Maar dat was allemaal nog niet erg gestructureerd. Het was heel veel, maar zonder nog een goede structuur, zeg maar. En hier ben ik eigenlijk, uit alles wat ik heb, ben ik een boek gaan maken. En toen ik hier net begon, toen zei Willemijn, mijn redacteur, van nou, volgens mij als ik het wel heb, zit je daar 12 weken. De opzet van je boek is 12 hoofdstukken, dus elke week een hoofdstuk. Nou ja, en toen dacht ik van nou, dat wordt wel pittig. Maar tot nu toe is dat ook gelukt. Ene hoofdstuk ziet er netter uit dan het andere. Soms is het nog wel wat rommelig, maar... dus ik werk echt wel heel hard. Ik heb heel veel gedaan hier. Maar dat werk, want niet iedereen kent je achtergrond. Is dat werk waar je zomaar 12 weken van weg kan zijn? Werk als freelancer, als psycholoog, forensisch psycholoog. Vooral veel bij het Pieter Baan Centrum. En ik werk daar wel al lang als freelancer, al ruim 10 jaar. Dus in principe werk ik daar wel eigenlijk altijd, zeg maar. Word ik gewoon ingeroosterd. En als ik het tijdig meld dat ik een tijdje weg ben, dan kan dat wel. Maar Pieter Baan Centrum, dat zijn mensen die meestal daar niet voor hun plezier zitten. Nee, meestal niet. Nee, nee, het is een observatiekliniek. Het klinkt altijd een beetje eng. En dat is het ook wel soms, maar vaak ook niet. Mensen die daar worden opgenomen, die zitten daar voor 6 weken. Die komen meestal uit een huis van bewaring en gaan daar ook weer naar terug. Dat zijn mensen die verdacht worden van het plegen van meestal vrij ernstige delicten. En ze moeten dus nog voorkomen bij de rechtbank. En in het Pieter Baan Centrum worden ze mentaal zeg maar, onderzocht door een team van... Een multidisciplinair team is psycholoog, psychiater, maatschappelijk werker, jurist. Mensen die dagelijks zeg maar, op de groep leven met de mensen die daar zitten. Nou ja, iedereen werkt zeg maar, mee aan zo'n onderzoek. En ik word dan steeds per onderzoek zeg maar, daar ingezet als psycholoog dus. Dus je zou kunnen zeggen dat je hier, los van de dynamiek van een academie, de andere deelnemers, misschien wint aan het schrijversleven van zonder baan te zijn? Of is dat... Misschien al wel. Dit is natuurlijk ook wel weer... Ja, aan de ene kant zo zou het eruit kunnen zien. Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel weer een unieke situatie, denk ik. Zoals ik hier zit. Hè? Want het is ergens is het ook... Wel aan de ene kant denk ik van, nou, ik wil helemaal niet weg. Hè? Ik zou nog wel veel langer willen blijven. Aan de andere kant is het ook goed, denk ik, dat je van tevoren weet van nou, dit is het. En zeker denk ik omdat ik normaal natuurlijk ook mijn werk heb en minder tijd heb om te schrijven. Ook wel tijd natuurlijk, maar minder dan nu. Daardoor denk ik ook wel echt van nou, ik wil er ook alles uithalen. Zowel qua gewoon de omgeving, hoe ik hier zit en dat allemaal beleven. En ook natuurlijk wat ik zelf gedaan wil krijgen. Uh-huh. En ja. Oké. Okay. Ik, voordat we naar jouw boek gaan en daarna naar het boek van Adriaan, ga ik je ook vragen, Adriaan, welkom natuurlijk op de academie. Heb jij een speciale relatie nu we hier in zo'n postmediaal multikunstinstituut zitten? Heb je een speciale relatie vanuit je werk tot de beeldende kunst? Of tot in het algemeen? Of is er een wereld die bij jouw schrijven past? Ja. Ik begin de dag met het lezen van iets moois. Dat kan een gedicht zijn. Ik heb enorm veel fotoboeken. Een paar honderd. Bijna alle karakters uit mijn boeken komen uit een fotoboek. Ik hoef maar te bladeren. En dan zie je een rare foto van Pee-wee of zo. Dat is een man die lekkere misdaadfoto's nam in New York. En die zijn foto's ontwikkeld in de achterbak van de auto. En dan ligt er een bloederig lijk en dat geeft me alweer geweldig veel ideeën. Of een man die in een auto stapt en dan zie ik, hé, die man draagt nylons. Aha, een man met nylons. Hups, oké. Dus dat zit vol ideeën. Maar ook schoonheid.
gewoon mooie schilderijen. Hm. En namen, hey, die mevrouw heet Susan Courtland. Ik noem iemand in Palmwijn Susan Courtland, omdat ik het een mooie schilderij vond. En die vrouw wordt dan de hoofdfiguur. Dus al die mensen leven. En ik vind het ook een mooie manier, ik raad het iedereen aan, om vandaag de dag in deze wereld die zo klein gemaakt wordt door hele grote dingen, dus elke dag pandemie nieuws, bladeren ze eventjes door een mooie catalogus van 20 jaar terug. En kijken ze even naar Francis Bacon, want dat gaat tenminste over een echte pandemie. Bloed, ellende, overspel. Pandemie op het doek. Ja, precies. Dus, en, dat, ja, en dat is dus, dus kunst is mijn inspiratiebron en vlucht. En is het dan zo monocausaal dat je iets ziet en dat wordt ook je personage? Die ziet er dan ook zo uit? Dat is het dan even, dat verandert weer, dat verkleurt ze. Maar ik word erdoor ontroerd en geïnspireerd. En ik ben ook wel een museumbezoeker, maar ik heb een akelige rug. Dus ik loop altijd heel snel. Ik loop dan 20 keer langs een schilderij. Maar het vervelende van... Het is zo vol in musea, hè? Dus ja, toen ik in Parijs woonde, ging ik vooral veel naar de Mesopotamische afdeling. Want daar kwam nooit iemand. Had ik ook vaak de neiging om mij te verstoppen in een hele grote pot. Om als kuifje daar dan de hele nacht door te brengen. En op vrijdagavond was het gratis. Dan ging ik ook naar afdelingen waar nooit iemand kwam. Dat vind ik leuk. Maar waar het druk is en waar ik met schouders moet verdringen om iets te zien, dat vind ik akelig. En dus in deze digitale wereld kun je ook musea bezoeken. Kun je inzoomen tot in de kleinste details. Maar ik ben toch vooral een man van bladeren, fotoboeken, door een boek. En je kunt de mooiste catalogie voor een habbekrats krijgen. Want ze eindigen uiteindelijk allemaal bij de Ramsch. Ja, nou, dit is een mooie aansporing om zo te gaan werken. We gaan beginnen met de schrijver in huis, zoals we altijd de resident noemen, Inge Schilpoort. Over jouw boek. Ik moet wel zeggen, ik heb een lijstje vragen. Onderbreek mij gerust. Jullie kennen elkaar overigens. Stel ook elkaar gerust vragen over elkaars boeken. Dus ik ben schools qua mijn lijstje afwijken, maar verstoor mij gerust als jullie dat willen. Ja, Inge, je noemde het al. We hebben hier jouw film, de film naar jouw boek vertoond. De film die heet ook Muithond van Patrice Doy. En dat hebben we een paar weken geleden gedaan, ook voor de deelnemers. De film zit nog steeds in mijn hoofd. Nu ik je boek opnieuw las, wilde ik die film ook weer uit mijn hoofd krijgen. Dat deed je boek ook. Het is overigens een film wat ik de kijkers van vanavond ook echt aan kan raden. Een film die eind 2019 uitkwam in Vlaanderen. Pal voor de pandemie in Nederland werd gedistribueerd, maar die nog veel meer aandacht verdient. Mooi, ook als je denkt, hoe kan een boekverfilming werken? En ik begreep toen, je hebt meegewerkt aan het... Aan sowieso de nou, ik wil niet zeggen dramaturgisch meegewerkt. Je hebt niet het script meegeschreven, maar je hebt wel veel meegewerkt aan die film. Dus het verhaal heeft nog een keer een leven gehad voor jou. Ja. Ja. Nou, ik vind je stijl heel intiem. Je zit dicht op de huid van het personage, Jonathan, het hoofdfiguur. De jongen, die, of in je boek is hij 30, jongen wat ouder. Het heeft een rustige opbouw en het is heel sterk onderkoeld. In de film is er altijd sprake van een soort gelijktijdigheid. Bijna een soort in het begin moet alles aangezet. Alle registers moeten tegelijkertijd open. Op papier kan je daar ietsje langzamer. In het boek komt het buurmeisje iets later aan bod. Dat die de hond van de hoofdfiguur heeft uitgelaten toen hij nog in de gevangenis zat, bijvoorbeeld. Misschien is het toch aardig, als ik zo vrij mag zijn, te onderbreken, om even uit te leggen dat het gaat over iemand die bezocht wordt door pedofiele gevoelens. Ja, ik denk dat we daar ook wel gaandeweg met de vraag naar komen. Maar wat een hond, een man, dat is het spannende van het boek, dat je betreedt een wereld die je eigenlijk heel akelig vindt. Ja, tegelijkertijd kruipt het wel onder je vel. Ja. Nou, kijk, er staat ook... We hebben het over gehad van tevoren. Hier staat ook niet pedofilie op de kaft. Dus daar kom je ook gaandeweg het verhaal. Maar bladzijde 20 weet je toch wel waar het heen gaat. Ja, eerst is hij meer met zijn moeder in het begin van je boek. En dan ziet hij het fietsje van het buurmeisje liggen in de tuin. Dus dat gaat in je boek, wordt dat langzaam opgebouwd. Had jij toen je meewerkte aan die film
niet in terugverlangen naar dat soort langzaam opbouwen. Dat ik zoals je als schrijver dat zo heel precies hebt neergezet. Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Ik probeer weer terug te denken aan hoe dat toen ging. Nou ja, kijk, dat hele proces van boek naar film heeft jaren geduurd. Hè? Net zoals het schrijven van het boek jaren heeft geduurd, heeft het ook jaren geduurd voordat het boek... voordat het boek zeg maar echt vertaald werd in de film, dat was ook een proces van jaren. Uh-huh. Waar ik inderdaad steeds eigenlijk bij ben geweest. En natuurlijk niet bij alles, maar in elke belangrijke stap werd ik betrokken en kon ik meedenken en zo. En dus ik daar misschien alleen al daarom denk ik van niet. Kijk, ik kan me voorstellen als ik opeens zo'n film zou zien en ben niet betrokken geweest bij alles wat er. Er zijn mensen die klagen dat ze niks horen. Oh. Oké. Okay. Wij gaan daar wat aan doen, meneer. Ja. Nou ja, ik kan me voorstellen dat meewerken aan de film ook misschien het primaire schrijfproces blijft verdrongen. Dat je het bijna haast vergeten bent. Maar wat ik zo ontzettend goed vond aan het boek is die ontzettende precisie. Waarbij eigenlijk er niet zo heel veel gebeurt. Mm. En je kan als schrijver beschrijven. Je kan als schrijver, de schrijver hier weet ook de gedachten. Ja. De film heeft de beeldtaal. Ja. En eigenlijk is er een soort... de langzaamheid zit hier in het boek, zou ik maar zeggen. Ik weet niet of je dat met opzet hebt gedaan tijdens het schrijfproces. Als je dat het ons heel langzaam... het proces van inderdaad... de jongen met pedofiele neigingen, mm-hmm. of de man met pedofiele neigingen, hoe die loskomt van de gevangenis, hoe die dat niet wil opnieuw gebeurt, ja. Als je hem heel, heel precies beschrijft. Of dat een soort technische... Ja, nou ja, goed, ik weet niet of ik nu goed te verstaan ben, ik hoop het. Is het te verstaan, meneer? Yes. Ja, kijk, okay. Er is één meneer okay. Die doet de hele tijd zo. Ja. Ja, ik zie, ja, we zien een paar zoomschermpjes. Nou ja, heb ik het expres... ja en nee. Niet in de zin van dat ik als schrijvende heel erg bezig was al met het effect op de lezer. Want nou ja, dit boek dat heeft jaren geduurd eigenlijk voordat ik zover was. Het was eerst een kort verhaal. Wat ik toen op een gegeven moment heb uitgebreid. Toen dacht ik, het wordt een novelle. Ja. En toen daarna dacht ik, het wordt een korte roman. En daarna werd het gewoon een roman. Ja. Dus dat langzamer werd het steeds groter. En dus toen was ik helemaal nog niet bezig met eventuele lezers, zeg maar. Dat wilde ik natuurlijk wel, maar dat was voor mijzelf ook nog allemaal nog weer een... Het is ook je eerste boek. Precies, ja, daarom, ja. Ik denk dat het voor mij ook een manier was om zelf uit te zoeken hoe kan zo'n proces gaan, zeg maar. Hè? Want dat is denk ik de fascinatie geweest waaruit dat boek in eerste instantie ontstond. Ja. Dat ik me afvroeg, nou ja, simpel gezegd, van hoe moet dat zijn als je met zulke gevoelens rondloopt. Mm-hmm. En je wordt dan geconfronteerd... met een situatie waarin die gevoelens worden opgeroepen. En je wilt daar iets mee en tegelijkertijd wil je er niet iets mee. Maar al die verschillende gevoelens. Nou, daar heb ik toen een verhaal omheen verzonnen. En maar het idee dat het de jonge man, die dus worstelt met zijn gevoelens... uit de gevangenis is gekomen omdat hij bij gebrek aan bewijs eigenlijk eerder vrijgelaten is... Maar hij heeft een schriftje bij zich. En in dat schriftje staan alle regels waarin hij zich moet houden. Dat schriftje, die hebben bijna een bijbelse kracht. Met voortdurende voornemens. Dit moet ik doen, dat moet ik doen, dat moet ik herkennen. Ik ben een beter mens. Het is niet slecht dat ik iets voel. Ik moet er niet aan toegeven. Ik moet niet de baas worden. Mm. En dat zindert door dat hele boek heen. Dat is Pieter Baan praktijk, vraag ik me af. Nee, dat is op zich geen Pieter Baan praktijk. Nou, Pieter Baan centrum is sowieso geen behandelcentrum. Mensen worden alleen onderzocht. Zeg maar, mensen die behandeld worden in bijvoorbeeld een TBS-kliniek... Ja, daar zo'n behandeling bestaat uit heel veel facetten.
Waar ja, de cognitieve gedragstherapie kan daar een onderdeel van zijn. En daar weer een onderdeel van, kan wel iets zijn van dat je bijvoorbeeld gevoelens of emoties bij moet houden. Maar dat is dan een onderdeel binnen een veel groter geheel, een grotere context. Maar ik heb dat toen eigenlijk gekozen wel op basis van iemand die ik in de praktijk had ontmoet. Een man wel die in het Pieter Baan Centrum zat, die in de TBS ook had gezeten en daar was behandeld. En dan zo is eigenlijk inderdaad wel de fascinatie van mij toen ontstaan, waar, op basis waarvan ik eerst dat kortere verhaal schreef. Want die man die was zo bezig met, ik moet anders worden, ik moet beter worden. En ik weet niet hoe, zeg maar. Die behandelaars zaten ook een beetje met hun handen in het haar. En wat ik bij hem zo fascinerend en ook triest vond om te zien, is dat hij bepaalde dingen van die behandeling eruit had gepikt, zoals inderdaad van die regels, en zich daar zo aan vastklampte, zo dwangmatig, dat het bijna erger werd. In de zin van niet de pedofilie natuurlijk erger werd, maar wel dat hij heel verkrampt werd. En dat was eigenlijk wel waardoor ik dacht, ja, jeetje, hoe moet dat ook in godesnaam inderdaad? Ja. Van hoe moet je, je moet iets wat jij wil, kan niet, logisch, want je doet iemand anders er pijn mee. En er zijn natuurlijk genoeg mensen die zich vergrijpen aan kinderen, die zich daar bij wijze van spreken niet druk om maken. Hè? Die zich niet zo druk maken om het leed wat ze berokkenen. Maar als je dat wel erg vindt, hè, hoe moet je dat dan doen? Dan moet je dus iets in jezelf afkeuren, maar ja, je moet wel met jezelf blijven leven. Dus je moet jezelf als mens eigenlijk weer niet afkeuren. En ja, hoe ga je dat doen? En dus dat was wel eigenlijk een beetje het uitgangspunt. En toen heb ik daar een heel verhaal omheen verzonnen. Dat die jongen, zeg maar die Jonathan uit mijn boek, is een totaal ander figuur dan die man die ik toen had ontmoet in mijn werk. Maar de kern van zijn worsteling. Ik vond het ongelooflijk beklemmend om te lezen. Ik heb met een theelepeltje gelezen, want ik kon maar 10 bladzijden per dag lezen. Omdat het me aangreep, dat ik de Heer dank dat ik niet last heb van die gevoelens. Maar je hebt het enorm te doen met de man die zich voortdurend maar voorneemt het zich niet te laten verleiden. En tegelijkertijd wordt hij door een zeer onschuldig, grappig, veroverend meisje ook min of meer verleid, die voortdurend hem opzoekt. Terwijl haar moeder gezegd heeft, niet naar die man deugt niet, maar ze begint een geheime club met hem. Ze betrekt hem bij. Ze is ook alleen aan de lot overgelaten. Ja, en de muithond, dat is dan die enorme vis gevonden in een vijvertje. Een zeelt, nog nooit van gehoord, maar een van joekel van een beest in een te klein aquarium, die gered wordt van de hitte. Want het speelt zich ook nog af, wat ik heel bijzonder vind, in een snikhete zomer. Het is heel warm en beklemmend. En als lezer, terwijl het toch een akelig koude lente was, kreeg ik het ook heel warm tijdens het lezen van het boek. Dus ik vond het een overdonderend goed boek, maar ook een rot boek. En dat is bedoel ik als compliment. Ja. Nou ja, het heeft iets van een thriller, dacht ik, op het eind. Wat de film niet heeft, maar het boek meer. Het is zo, we gaan het eind niet verklappen. Maar wat misschien goed is om te zeggen, is het speelt in een afbraakwijk. Wat ik uit Den Haag goed ken, dat hele wijk gewoon gesloopt worden en de nieuwe van de plaats komt in plaats van gerenoveerd. Dus ze zijn de laatste bewoners, dus vandaar ook die achtergelatenheid van dat meisje, wiens moeder in een bar werkt, dus dat meisje is veel alleen. En die jongen die bij zijn moeder terugkomt naar de gevangenis, zich schuldig voelt, 30 is, maar nog steeds voor zijn moeder zorgt, voor haar kookt. En die moeder die weer bezorgd is dat het buurmeisje alleen is, dus dat ze verwaarloosd wordt. En waarschijnlijk ook, zonder dat het wordt uitgesproken, goed weet van de, ik zou maar zeggen, de beheptheid van haar zoon. Ja. Wat ik belangrijk vond, is haar gelovigheid. Zij wil dat hij naar een club gaat, een soort bijbelclub. Want dan komt hij zijn leeftijdgenoten. En dan blijft hij niet alleen maar met die vis en dat meisje. Dan gaat hij niet alleen maar met de buren, de dieren of de kinderen. Maar dan komt hij ook eens met mensen die buur willen zijn via dat geloof. Ja. Dat niet in de film voorkomt. Dat is een wat me ook verder opviel. Het boek is psychologisch veel
preciezer. Je hebt inderdaad die notities van dat werkboek waar hij in werkt. Wat een soort frame is van het boek, hè, want hij moet die oefeningen doen. Ja. En behalve de hitte is er de hele tijd de klok. In de gevangenis sloopt hij de klok, hij doet de batterij eruit. En thuis, bij zijn moeder, maakt hij schema's. Niet alleen wanneer hij die dingen moet opzetten, maar ook wanneer hij met de hond uit, wanneer hij gaat koken. Dat noteert hij allemaal. Ja. En het lijkt daarmee ook een schema voor je roman. Als ik probeer altijd een beetje we zijn op een academie, achter het schrijfwerk te komen. Ben je ook zo schematisch te werk gegaan? Het is schematisch geworden, zou je kunnen zeggen. Ben ik ook zo schematisch? Hoe bedoel je? Bedoelde in mijn eigen proces of ik ook op die manier? Nou ja, je zou kunnen zeggen dat dat werkboek, zoals Adrien ook zegt, is heel belangrijk in zijn dagindeling. En eigenlijk ook een manier om die recidive, die kans te voorkomen. Dat je zegt één hoofdstuk per week, dat klinkt al tamelijk dwangmatig. Ja, nou dat woord wilde ik net gebruiken. Dat ik daar zelf ook niet vreemd van ben, inderdaad, van enige dwangmatigheid. Gelukkig niet zo erg als hij. Mm. Maar de klok speelt wel een rol, tot 2 uur en dan mag ik een kopje thee? Nee, maar dat las ik wel in een interview bij jou. Daar wilde ik ook wel weer wat meer van weten. Ik ben helemaal niet dwangmatig. Niet dwangmatig. Ik zit toevallig niet in de gevangenis, maar het scheelt ik maar. Ik weet niet wat dwangmatig is, maar dat ik las dat jij elke dag van 8 tot 2... Ik heb een absoluut schema. Ik ben een... Discipline is mijn god. Ja. Ik geloof helemaal niet in inspiratie. Doen, zitten, gaan. Nou ja, dat is... Maar ik heb ook bepaalde rituelen van ongewassenheid. Oh. Ik ga niet... poets wel mijn tanden, maar ik ga niet gewassen beginnen. Pas na het schrijven. Okay. Mag je onder de douche of in bad? Pas na het schrijven. Maar dat is een beetje de wet van Couperus en de wet van Moelisch. Vies werken in die trainingspak en daarna wassen en het heertje en erbij lopen alsof je nooit iets doet, alsof het je maar aanwaait. Ja. 2 overdag als een soort arme koelie met je pen in de weer bent geweest. Ja. En ik schrijf met de hand, dus mijn handen zitten onder de inkt en dan was ik mij schoon. En dan... Maar goed, dat zijn kleine geheimtjes van het schrijverschap. Nou, dat ongewasheid, dat weet ik niet of ik dat herken. Nee, ik stel de vraag, ik maak meer opmerkingen en kijk of je erop reageert of niet. Maar ik zal toch meer naar een vraag vertolken of dat hele schema van zijn dagindeling, was het ook een schema voor jouw boek? Ja, nee, ik snap wat je bedoelt, ja. Weet ik niet echt eigenlijk. Misschien dat het me soms wel wat geholpen heeft om een bepaalde structuur in hoofdstukken te krijgen, dat weet ik eigenlijk niet, maar... Ik denk dat wel meevalt. Ik denk meer inderdaad, ik herken meer mezelf erin in de zin van schema's maken en op die manier proberen greep te krijgen op dat schrijfproces. Mm-hmm. En op mezelf, dat meer dan dat het per se veel structuur gaf aan het boek. Dat kan ik me niet direct zo herinneren. Nee, goed, het is natuurlijk ook een... Ik wil niet zeggen metafoor, maar een soort een remedie tegen zijn mogelijke neiging. Hij wil ook drinken. Eén keer een biertje, verder wil hij niet drinken. Hij wil niet, hij wil niet terug naar die impulsie. Ja. En jij bent de verteller, jij beschrijft hem en jij kent gedachten. Je zegt ook, we kennen als lezer zijn gedachten. Jij zegt, hij dacht aan. Jij bent de vertelstem is al wetend. In de film was het de... Ik kon alleen maar kijken, zoals de camera. Wat jij vind ik heel, heel precies. En dat is denk ik ook, dat snap ik dat theelepeltje wel. Want je zit ook op zijn huid als schrijver. Mm. Dat is heel bijna beklemmend, omdat we meegaan in zijn dwangmatig zichzelf willen beheersen. Ja, ook in de verleiding. Ik heb zelden een boek gelezen waarin plotseling wordt beschreven hoe een klein kinderbroekje van badstof optrekt, waarin de vlassige haartjes van een meisje... Ik heb geen kinderen en ik zie weinig kinderen, maar plots begon ik mij toch de haartjes op een kinderhuid te beschrijven. En ik werd er bijna bang voor, omdat dat zo goed beschreven is, dat je denk je, maar dat, ik wil dat niet verkennen. Dat meisje maar je wordt gedwongen het te verkennen. En, nogmaals, absoluut niet ranzig, niet vergevend. Het gaat om een hele koele blik. Ja. Dit maakt iemand door. En ik denk dat de pedo-jagers
zich ongetwijfeld zullen verlekkeren, want anders word je geen pedojager. Maar er moeite mee zullen hebben dat je dus hier iemand ziet lijden. En natuurlijk lijden ook hun slachtoffers. En die slachtoffers die verdienen niet anders dan de aandacht. Maar hier zie je ook, deze man is ook een slachtoffer. Mm, mm-hmm. Ja. En in die zin is het met een buitengewoon accurate, maar ook met een zeer humane pen geschreven. Ja, we leren door die jongen, dus door jou als schrijver, de schoonheid van een jong meisje zien, zodat het onszelf misschien beschaamt, dat we dat mee kunnen zien. Ook de hoe mooi dat is, dat het zo intiem dat het erotisch wordt. Maar je boek oordeelt niet. Je boek laat zowel zijn twijfel zien, dus laat het van de kant van het meisje zien. Ook haar, natuurlijk, een kind hoeft geen grens aan te geven. Dat zie je ook heel erg in die film. Ja. Dus dat. Ja, zij is zich natuurlijk ook niet bewust van het effect dat ze op hem heeft. Ja. Of in ieder geval niet volledig, laat ik het zo zeggen. En ze is eenzaam. Dat is. Het is ook een roman over armoede. Ja. Het zijn allemaal hele arme mensen. Ja, ze slaapt op een matrasje. En de kaalheid van die huizen en de ellendigheid dat je, terwijl het helemaal niet beschreven wordt, zie je bij wijze van spreken de sporen in de trap, de sporen in het linoleum, de sporen van de hand die elke dag langs een keukenraampje gaat. Die, heel erg. Ik had erg behoefte aan. Een goede hotelkamer. En een hele dure hotelkamer. Ja. Nou ja, de Duindorp moest ik aan denken. Maar dat is wel grappig dat je dat zegt. Maar jij komt natuurlijk ook uit Den Haag. Ja. Want het was ook inderdaad Duindorp. En dat is op zich ook wel weer, tenminste als ik zelf terugkijk, is wel interessant ook. Ja, het was natuurlijk mijn eerste boek. Van hoe kan zoiets ontstaan of zo, hè, in zo'n verhaal? Van een bepaald element wat je dan gebruikt. Want ik zat tijdens dat schrijven van het boek heel erg te worstelen met de omgeving. Want ik wilde eigenlijk het hebben over hem en zijn binnenwereld. En dan, dat meisje. Nou, dat meisje moet natuurlijk een moeder hebben. Maar het liefst wilde ik daar ook zo min mogelijk mee te maken hebben. En dan zijn eigen moeder en die hond en die vis. Maar verder wil ik zeg maar niks. Ik heb in eerdere versies heb ik hem wel bijvoorbeeld een keer met iemand van de reclassering laten praten. Zoiets zit natuurlijk uiteindelijk wel in de film, hè? Of tenminste een psycholoog. Ja. Maar in het boek blikt hij wel terug op zulke gesprekken. Maar ik wilde eigenlijk, op een gegeven moment heb ik alles eruit gegooid. Maar toen dacht ik steeds van hoe moet dat nu? Hè? Want hij komt terug uit de gevangenis en die buren die zullen toch wel iets weten. Dus dan moet ik toch af en toe een buurman of een buurvrouw langs laten lopen. Helemaal niet nodig te zijn. En toen op een gegeven moment inderdaad Duindorp, dat is dus een wijk in Den Haag waar ik best wel dichtbij woon. Was toen inderdaad, werd voor een groot deel afgebroken en zouden nieuwe huizen komen. Ja. En ik weet dat ik op een gegeven moment, jaren geleden dus, toen ik bezig was met dat boek, 's avonds naar het strand was geweest in de zomer. En toen fietste ik terug en toen was het al bijna donker. En toen zag ik in die afbraakwijk, zag ik ergens in één of twee huizen licht. En toen dacht ik, dat, hè, dat kan dus inderdaad natuurlijk. Dus toen dacht ik, dat kan ik. Zoals jij dan met die fotoboek opeens denkt, dat kan maar alles gebruiken. Alles kan, maar als je het maar goed opschrijft. Want je laat iemand werken in de fabriek. We weten niet wat hij daar doet. Ja. Hij kan er kennelijk zomaar terecht naar zijn gevangenistijd. Ja. Hij neemt er ook weer een weekje van af. Dat maakt helemaal geen donder uit. Als je het maar goed opschrijft, is alles geloofwaardig. Voor de mensen die minder bekend zijn met Den Haag, zullen het misschien toch even uitleggen. Duindorp is een arbeiderswijk naast Scheveningen. Het is een Haagse wijk. Aan één kant grenzen staan Scheveningen, er zit een kanaal tussen. Aan de andere kant helemaal omgeven door de duinen, Duindorp. En op een wonderlijke manier in de, door sommige mensen zo apolitieke jaren 90 geacht, maar toch speelde het toen van alles, is die wijk compleet blank gebleven. Nog steeds trouwens. Daar hebben de bewoners zelf voor gezorgd. Dit is op een gegeven moment uitgevonden, maar zijn geïnfiltreerd om te zorgen dat dit. Dus het is een soort white trash, om dat woord maar te gebruiken. En dat is, het is een vreemde sfeer daar als je daar komt. Als je uitstapt, eind van. Nu is het lijn 16, lijn 12 nog steeds, Duindorp met die rotonde, Marktplein. Ja. Er is iets bijna Engels, iets arbeidersachtig in die idee. Ja. Het heeft een sfeer inderdaad. Dat was wel een beetje mijn voorbeeld, maar ik wilde het dan wel een dorp laten zijn en geen stad. Ja. Maar goed, maakt uiteindelijk niet zoveel uit. Maar het is ook voor Limburgers te lezen die niet eens weten wat de zee is. Er zijn ook wel mensen geweest die het hebben gelezen. Die zeiden tegen mij, het is Zeeland. Hè? Ik herken het, is Zeeland. Dat is ook prima, laat iedereen het herkennen. Maar hij komt in je boek weinig mensen tegen. In de film zijn natuurlijk mensen op zijn werk. Maar hij, er staat wel, je noteert wel dat hij
is niet graag onder mensen met wat ze van hem vinden, wat ze hem denken. Het wordt wel uitgeschreven in je boek. Ja. Dus die sfeer is er wel. Ik wou nog iets zeggen over de hondsdagen. Je noemde het al, de hitte die er is. Dus de hele boek lang is het bijna te heet. En het eindigt met regen. Ik denk dat thriller-element ook daardoor komt. Dat constante zweten van hem wat oploopt. En dat bouwt ook de suspense op, heb ik het idee, in je boek. Ik vroeg me wel af... ik zou zo'n boek nooit hebben durven schrijven. Want dan zouden mensen denken, ja, zie je wel. Is het iets wat je alleen als een vrouw kan schrijven? Ja, nou ja, daar heb ik later wel over nagedacht. Op dat moment zelf niet, maar toen het eenmaal uitkwam... denk ik wel, als ik een man was geweest, dat het toch wel anders... als je mannelijke psycholoog kan misschien nog net... maar zeg maar gewoon een man of een man die uit het niets komt, debuteert... en ook verder geen link heeft met de forensische psychologie of wat dan ook, waar je dan nog... Dan denk ik wel dat je eerder verdacht bent. De schrijvers die dat zo, onderwerp hebben geëntameerd... We hadden vroeger de Belgische schrijver Astaire d'Hondt. Ja, ja. Michel Astaire d'Hondt. Michel Astaire d'Hondt. En met Doutzenberg heeft het een keer opgenomen voor iemand van Martijn. Pedoblad Martijn. Wel met... De neiging de grens op te zoeken. Misschien maar het wordt allemaal niet in dank afgenomen. En dat is namelijk... Het is veel meer een taboe geworden dan het in de jaren 60-70 was. In de jaren 60-70 leek het alsof er was ook een Bongersma... die zat in de Tweede Kamer. Of misschien in de Eerste Kamer voor de PvdA. Eerste Kamer, geloof ik. Het leek wel het laatste taboe. Maar het is een veel groter taboe geworden. Hoe verklaar je dat trouwens? Hoe ik dat verklaar? Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik niet. Nee, dat precies, komt maar, misschien vertrutting. Nee, we kunnen ook zeggen dat we kennelijk een samenleving heeft een taboe nodig. En dan maak je dan is dit een taboe. En er zijn natuurlijk ook vreselijke dingen gebeurd. Dus dat speelt ook wel. Ja, natuurlijk. Ja, en ik denk wat jij net zei over... ik had het niet durven schrijven. Ik denk dat je als ik inderdaad een man was geweest, dat mensen gewoon veel sneller dan denken van ja, hoe weet jij dat allemaal of zo? Hè? Dan heb je zelf niet ook stiekem dit soort fantasieën of gedachten. Dus dan kom je veel eerder dat je denkt dat je ergens weer doorheen moet worstelen om jezelf vrij te pleiten bijna. Dan dat het bij mij het geval is. Ik weet niet of het, ik zei wat snel vertrouwding, maar dit is natuurlijk wel een tijd dat dingen eerder gepsychologiseerd worden in deze tijd. Labels komen nu heel snel aan bod. Tenminste, ik heb kinderen, ik merk dat ze bij een school, iedereen gooit heel snel met labels. Dat hadden ze vroeger niet moeten doen in sommige families of kringen. Maar hebt natuurlijk ook een aantal grote drama's gehad, hè? Zoals Dutroux en zo. Ja. In België is dat natuurlijk bijvoorbeeld ook een enorm... trauma, dus het is ook weer niet... Ja, maar ik las het is net een Belgische film trouwens. Toevallig voor onderzoek nogal het werk van Alice Miller, de Zwitserse psychotherapeute, het drama van het begaafde kind. En die beschrijft dan vaak veel levens, mislukte levens, de invloed van ouders op levens. Het gaat dan over in dit geval een jonge man van 19, die geadopteerd is door een slagersfamilie, waar veel messen in huis waren, wordt er dan op betrapt op zijn 19 dat hij een aantal moorden heeft. Dat hij vooral een geweldige wellust heeft in het in stukjes snijden van mensen. En dat zou ik me nog wel gek genoeg... Terwijl ik durf niet eens de kop van een vis te snijden. Ik ben echt een held op sokken. Maar dat zou, als ik als schrijver de wellust zou proberen te beschrijven van iemand die plezier heeft in het in stukjes snijden van een mens... Ik denk dat niemand erover wakker ligt. Nou ja, we houden niet van stalkers, maar we vinden het parfum van Suskind vinden we een prachtig boek. Dus er zit een twist in. Dus dat is ook zo. Maar goed, dat pedofielen de allergrootste vijanden zijn van iedereen, is natuurlijk ergens ook weer niet zo verwonderlijk. Hè? Ik bedoel, hun slachtoffers zijn natuurlijk gewoon de meest kwetsbare... Ja, maar er zijn ook
pedofielen die zich wel kunnen bedingen. Of wat... Zeker, zeker. En dat, nou ja, dat vind ik wel een heel interessant en ook een heel belangrijk onderwerp. Ja. En dat is met name rondom die toen die film uitkwam, hebben we het daar best wel veel over gehad. Ook op debatavonden en zo. Oh. Jij vroeg mij vandaag, toen we het nog even over vanavond hadden, vroeg jij mij naar reacties vanuit de kant van pedoseksuelen en pedofielen op mijn boek. Ja. En dat is toen er niet heel veel geweest, maar er was één man die mij best wel in de gaten hield, zeg maar, en die via sociale media van alles zei. En die zei toen één keer, en toen dacht ik, ja, die man heeft eigenlijk wel gelijk, dat hij zei, ja, het is allemaal leuk en aardig, bij wijze van spreken, ook jouw boek, en dat er dan een keer aandacht voor is en dat pedofielen ook kunnen lijden onder zichzelf. Maar hij zei, ik vind het wel jammer dat jouw boek dan toch weer gaat over iemand die, zonder dan plot inderdaad te willen... Die ontspoort. Nou ja, die zoveel moeite heeft om zichzelf in bedwang te houden. En hij zei, er zijn ook genoeg mensen, daar is hij dan blijkbaar een voorbeeld van, die wel die gevoelens hebben, maar verder eigenlijk een normaal leven leiden en toch dat relatief goed kunnen onderdrukken. Mm-hmm. En dat is wel belangrijk inderdaad, denk ik, dat daar ook eens een keer wat aandacht voor komt. Dat dus ook bestaat, dat het niet allemaal figuren zijn die zich vergrijpen aan... Nee, precies. Ja. Ja, en in zekere zin is je boek... Kijk, het is een... Je zei het al, maar het is een schetsing van dat milieu. Dat ontzettend armoedige milieu, beide huizen. Ja, en het gaat wat mij betreft ook niet over de pedofiel natuurlijk. Nee. Het gaat over een man die worstelt met zichzelf. Maar die het wel zelf wil beheersen met dat schema, met dat huiswerkboek. Ja. Ik moet niet tegen de microfoon slaan. Sorry, Hisham. Sorry, Amit. Hisham zit naast me, achter me gelukkig, want ik ga het over het boek van van Adrian van Dis hebben... Waarbij ik telkens dacht, dit moet Hisham lezen. En ik dacht dat je per Zoom zei, maar gelukkig ben je hier. Dus ik hoop dat later op de avond dat ik af en toe jou de microfoon mag geven. Voordat we overstappen van Muithond naar Cleavy, nog één ding. En dat is gewoon de vis, je noemt hem al. Muithond is inderdaad nu wordt het de Zilt genoemd. Ja, jullie kennen, Zilt, ja. Kennen misschien die anekdote van de dichter Frank Koenegracht, die zit te vissen, een psychiater ook, en dat iemand collega en die zegt, ja, wat zit er? Nou, er zit Zilt. Ja, laat die Zilt maar zitten. Dus de Zilt zou de ziel zijn. Dat is wel een hele grote vis die niet tegen hitte kan. Ja, een hele mooie vis. Ja. De muithond is een oude benaming voor Zilt en in het Latijn is het tinka tinka. Ja. En dat neemt dat meisje over. Dat leert ze van die jongen en dat wordt hun taal. Dat is heel mooi. Ik wil je tot slot met een citaat om de oren slaan van jezelf. Oh. En wat ik belangrijk vond, een belangrijk citaat uit het boek. Daar mag je iets op terugzetten als je wil, dat hoeft niet. Oké. Het gaat over de vis, de muithond. Hij kon het dier niet terugbrengen. Op een vreemde manier voelde hij dat heel sterk. Alsof ze samen voor iets stonden wat ze ook gezamenlijk tot een goed einde moesten brengen. Alsof zijn lot niet alleen verbonden was met dat van het beest, maar zij ook een band hadden die stond voor iets groters, iets onzagwekkends wat hij niet goed begreep. Dat is... De vis, het leven van de vis en zijn vrijheid. En de vis, de ontzettend vis, groot, de die in een precies, kleine maar en ook natuurlijk wat er in hem leeft, is ook iets wat hij niet begrijpt. En wat ik ook niet begrijp eigenlijk. Ja. Ja, wat niemand begrijpt, maar wel zo beklemmend is. En ook natuurlijk, hij wil een vis redden. En dan zet hij hem in een aquarium dat 1,5 keer groter is dan die vis. Ja. Maar hij probeert hem wel koel te houden. Ja. En die vis gaat er natuurlijk aan. Die vis die zit in hem en af en toe kijkt hij hem aan. Af en toe lijkt hij te reageren. Dan keert hij zich juist weer. Ja, dat is de regels die hij zich oplegt om tegen zijn gevoelens te strijden. Heeft hij ook ik zou bijna zeggen, geestelijk aquarium toegedicht. Waarin hij het niet redt. Geweldig boek. Ja. Nou, dankjewel. Zeker, wij kunnen het van harte aanbevelen. En het lijkt erg op mijn boek. Want hij zegt dat het er niks mee te maken heeft. Maar boek eigenlijk... het gaat over schrijven. En het gaat over censuur. Het gaat over een binnenstem. Dat mag niet. En die figuur noem ik Puma. En het gaat om hoe ga je om met beperkingen. En wat zegt de binnenstem
in dat omgaan met beperkingen. Want je wil de hele tijd toch de grenzen zoeken van wat mag en wat niet mag. Hoe ga je om met een dictatuur? Ergens citeer ik daar iemand. Dictatuur is een huid. Je groeit erin. Je staat er verbaasd van wat je, als je ook nu terugkijkt in die laatste anderhalf jaar, wat we ons laten welgevallen voor ons best wil. Ik behoor niet tot de wappies die zegt, ik wil de vrijheid. Maar ik vind het wel opmerkelijk hoe we ons gezeggelijk gedragen en laten beperken. En daar gaat het boek over. Over een binnenstem. Nou, je zei net hij zet. Ik neem aan dat je mij bedoelt. Sorry, je gaat mij vragen stellen. Nou ja, ik zei dat het lettertype een grote sterk afwijkt en dat het ene boek is gelamineerd en het andere niet. We kunnen erop uitkomen dat er een parallel is. Je neemt meteen een erg grote spoor. Ik snap wat je bedoelt met die Puma, maar ik wil toch ons en ook onze geliefde kijkers dat boek mee doornemen. Ja. Met plezier ook trouwens, want ik heb het met veel plezier gelezen. Tegenwoordig zijn er schrijvers, een paar. Ik ken Jan-Willem Anker bijvoorbeeld. Die zijn geen auteurs van romans, maar klimaatromans. Die noemen zich hun boeken klimaatromans. Je hebt het ook in andere landen. Je hebt een groep dichters, die noemen zich de klimaatdichters. Die hebben zich Annelie David, Tjeerd Bruinja, een aantal Vlaamse, die hebben een bundel, wij zijn de klimaatdichters. Dus die vinden eigenlijk dat elk boek wat je nu publiceert in het teken moet staan van de klimaatramp die komt. Wat nog niet bestond, voor zover ik weet, is klimaatfictie. Dus een vrij dubbelzinnige term, fictie over het klimaat, of het klimaat als fictie. En jij... Nou, daar speel ik mee. Het is allebei in dit geval. Klifi. Dus het is klimaatfictie. Er staan ontzettend veel hanteerbare quotes. Ik zal me beperken tot 3. Ik citeer topjaar voor Groenlandwijn. Ja. Octopussen schuilen in rivieren. Ja. Iets dat later in het boek ook echt gebeurt. Stranden zijn geofferd aan zee. Ja. Dus voorstellingen van een klimaatramp. Je boek het kenmerkt zich door een echt heel groot taalplezier. De taalplezier spat eraf. Op een gegeven moment, ergens waar zwoel hoort te staan, schrijf jij expres zoel, zonder W. Geen fout, denk ik. Het is zo trouwens. Het schijnt trouwens te moeten, maar goed, dat even te zeggen. Dan is het mijn fout. Het gaat over een man, Jacob Hemmelbaan, die 10 jaar ouder is dan de auteur, maar wel hetzelfde geboortejaar heeft, 1946. Het speelt zich af in de nabije toekomst, maar in de bedding van het heden. Ja, dus we kunnen ervan uitgaan dat het boek speelt in 2031. Ja, maar uiteindelijk, als je het leest, denk je, hé, dat is de tijd die wij nu meemaken. Een tijd waarin je merkt dat de mensen verlangen naar een correctie. Ja. Waarin de mensen zeggen, moeten we niet het internet gaan stroomlijnen? Want kijk nou toch eens, Facebook, er kan maar van alles beweerd worden, de wappies, de dit en dat, en dus er is verlangen naar een correctie. Maar gaat die correctie naar behoudendheid of naar progressiviteit? Dat is allemaal onduidelijk. En hier zitten we in een samenleving waarin de mensen een beetje hun zin hebben gekregen. Die correctie is gekomen. En het is allemaal heel broos. We hebben een nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer gekozen. Maar, nou ja, we, de Tweede Kamerleden. Maar dat had even te goed Martin Bosman kunnen zijn. Is het Bosman of Bosman? Mm. Nou, in ieder geval zit hij van de PVV. En hij schijnt een hele goede Kamervoorzitter te zijn. Mm. Het is de man die het woord kop voor de tas heeft verzonnen. Mm. En een beetje het brein achter Wilders. Mm. En vilijne geest. Goh, voor je het weet is zo'n man voorzitter van de Tweede Kamer. Het verschuift, het verlangen naar die correctie en ook naar die stem van het ongehoorde Nederland dat je de hele dag hoort, is groot. Ja. En wat ik heb laten doen in deze roman, ik heb de Oranjes verjaagd. Dat is maar 2 alinea's, meer zijn ze ook niet waard. Want kijk, het is maar met de tractor van het Malieveld 6 minuutjes. Mm-hmm. En er staan maar 2 zullige marechaussées, dus je rijdt even door. Mm-hmm. En het volk gooit die kunstschatten op het grasveld, steken het in de fik en Oranjes pakken hun koffers en genieten van hun rijkdom in de Pampa's, ver weg in Argentinië. Het is dus niet een inhaligheid,
Nee, de Oranjes zijn verlost van zichzelf. Ja, je schrijft het ook, ze vonden het geen enkel bezwaar. Nee, maar het is uit. Kijk, je hebt de muithond in zijn aquarium en je hebt de Oranjes in hun gouden kooi. Ik heb het op humanitaire redenen. Kooien, als lid van Amnesty International ben ik voor de bevrijding van de Oranjes. Om humanitaire redenen. Ja. Het is de toekomst, je boek, maar ook een beetje nu. Het is science fiction, maar ook een feest der herkenning. Ja. De hele Randstad wordt bezet door jups die op e-bikes ouderen op zebrapaden het gips inrijden. Ja. Als Amsterdam bewoner ook wel herkenbaar. Ja. Op bladzijde 35 gebruik je het woord kanteltijd. Ja, maar er wordt wel meteen gezegd die dat een akelig modieus woord vindt. Ja, dat klopt. Ja. Dat, pas op. Hè. De man Hemelbaan is schrijver, hij is een bibliothecaris. Meneer Hemelbaan is een bibliothecaris, is een soort Job Cohen-achtige man, vol begrip. Als bibliothecaris heeft hij ruimte gegeven aan allerlei stemmen. Hij liet slam poets en dan zeiden ze, moet dat nou, die spreken niet eens behoorlijk Nederlands. Hij gaf ruimte aan al die veelheid van stemmen en hij wilde alles begrijpen. Ja. En het wonderbaarlijke is, hij vertrekt dan uiteindelijk tegenzinnig naar de Achterhoek. Huis verkocht in Amsterdam, dan kan je in die Achterhoek nog een aardige veer voor je uitblazen. En dan zit hij daar op een heuveltje. Je hebt daar de duinen, de IJsselduinen, Terpen. Dat zijn allemaal eindmorenen door de ijstijd daar ontstaan. En hij zit op een heuveltje. En we inderdaad, na een ongelooflijke warme zomer, de soort warme zomer die we vinden in Muithond. Die boeken lijken ongelooflijk op elkaar. vindt er dus plaats een orkaan die zo ergens daar bij de Orkneys afwaait naar Nederland. En plotseling de zee doet opkolken. De rivieren kunnen hun water niet meer kwijt. En waar vindt er natuurramp plaats? In een heel klein gebied. Ergens in een zijarm van de IJssel. Nou, De natuurramp in het boek. Ja, dat noem ik dan de Kuil. Dat bestaat ook allemaal. Fiets maar eens langs die IJssel. Dan zie je daar hele wonderbaarlijke dalen. En die zijn volgebouwd met huisjes van gastarbeiders. Caravans, huisjes. Ja. En dan, die mensen worden dan, nadat de held verzopen is, bijeengebracht door het leger. En zijn heuvel wordt geconfiskeerd. En dan komen die mensen terecht. Maar ik heb natuurlijk heel bewust gekozen voor de moderniteit. Want wie wonen er vandaag de dag in die zomerparkjes, in die buitenhuisjes, omdat de huizen in de steden niet meer te betalen zijn, de huren zijn. Dat zijn niet alleen arme sloepers. Dat zijn allemaal vaak een beetje mensen die uit het systeem zijn gevallen. Daar kunnen whistleblowers tussen zitten die uit hun baan zijn gezet. Daar kunnen eigenwijze dwarskoppen zitten. Dus hij wordt geconfronteerd met een zooitje zeer merkwaardige mensen die hem eigenlijk wel raken, die hem ook herinneren aan zijn bibliotheektijd. Kijk, dit zijn allemaal afwijkende stemmen. En waar ik zo bang voor ben, en uit die noodzaak is dat boek ontstaan, dat we in onze verlangen naar correctie, naar regelen, dat we alles wat afwijkt, wat vreemd is, wat stout is, wat niet past, ook gelijk willen schakelen. En dit is een ode aan de afwijking. Ja. En er komt geen pedofiel in voor, want ik kwam er niet op. Nou ja, je zei dat je het boek nooit zou kunnen schrijven. Maar toch zie je ook de overeenkomst. Maar goed. Omdat ik ben ook een bangenschrijver. Stel dat ik dat zou opschrijven, dan zouden mensen zeggen dat ik dat ben. En dat het is het niet. Maar ik ben wel bang voor het verkennen van die verboden terrein. Want ik vroeg me af inderdaad bij het lezen van jouw boek. Wat de functie was inderdaad van al die gekke mensen in die kuil. Maar eigenlijk, die zijn ook allemaal geweldig. Dat zijn gewoon 20 afsplitsingen van mezelf natuurlijk. Maar je zegt eigenlijk inderdaad, als ik het goed begrijp, vanuit dat je een beetje bang bent dat die mens of dat die stemmen. Toen ik gast was bij Zomergast, een pleidooi gehouden voor het afwijken. En dat bedoel ik de softenol mensen. De mensen met syndroom van Down. De heerlijke idioten die we nodig hebben. Waarom hebben we die nodig? En de scheve gebitten. Omdat ik in de afwijking zoveel schoonheid zie. Ja. En dat ze allemaal die vreselijke witte bekken hebben, omdat al die kinderen met zo'n beugel naar school zijn gestuurd. Ik vind de scheve tanden vaak veel mooier. Mm. Ik vind ook iemand met één been, daar zit ook schoonheid in. Dus ik wil niet dat we allemaal gelukt zijn.
Ik ben voor de mislukking. Ik moest in je boek vaak onwillekeurig misschien denken, mijn arm interpreterend brein, om het maar zo te noemen. Wat als Thierry Baudet na de provinciale verkiezingen ook met ruime meerderheid ook de parlementaire verkiezingen had gewonnen, dan een arcane overheen en dan krijg je zo ongeveer wel wat in het boek afspeelt. Dus die heel nabije science fiction. Nee, kijk, ik heb natuurlijk iemand. Nederland heeft zucht onder een president. En dat is een ijdeltuit die houdt van de herhaling. He, zeggen drie keer en dan is het waar. Maar dat staat ook al bij Lewis Carroll. Dus er zit een vage verwijzing aan. En je zou dus denken: ik heb die man, Thierry Baudet, gebruikt. Maar heel veel van wat ik mijn president laat zeggen, dat zijn uitspraken van linkse intellectuelen. Ja. Van mensen die het beste voor hebben met de samenleving. Mm-hmm. En je toch iets willen opleggen waarvan je denkt, ja, maar hoort dit bij de vrijheid? Hoort dit bij een sterke democratie die ook tegenkracht kan verwerken? Mm-hmm. En toen hoorde ik een keer 's nachts op 3 uur iemand praten over een historicus, en die had al gezegd, Nederland moet eigenlijk toch een eenheid zijn. Een land moet zijn als een schaal, met een zuivere klank. Ik denk, wat? Luister eens, in de moderniteit van Europa heeft de natiestaat geen enkele toekomst. Het is trouwens een 19e eeuws verzinsel. In de moderniteit van Europa zullen wij Nederlanders waarschijnlijk ook vluchtelingen zijn. In het jaar 2050 bestaat de Europeaan voor de helft uit mensen met een niet-Europese achtergrond. Maar het gaat om derde, vierde generatie. Ik sta trouwens in de statistieken van Nederland ook als allochtoon vermeld. Want mijn vader is een half Javaan uit Surabaya. Uh-huh. Ja, ik ben wat wit uitgevallen. Maar goed, de DNA wijst iets anders uit. Ja. Ik wil maar zeggen, terwijl ik zo Hollands ben als appeltaart. Straks zullen delen van Nederland worden opgegeven als we niet iets doen aan de strijd tegen het klimaat. En dan zullen we misschien onze veiligheid achter Limburg en de Eifel moeten. Die Limburgers zitten geweldig, maar achter de Eifel moeten gaan zoeken. Ik beschrijf dus een toekomst van een veranderend Nederland. Ja. Waarin die vreemdeling noodzaak wordt voor onze overleving. Ja, duidelijk, ja. Ja, Extinction Rebellion had de poster even Apeldoorn aan zee bellen. Die laatst gebruikt is. Je schrijft op een gegeven moment, de toekomst lag in het verleden op bladzijde 38. Ja. Daarbij moest ik denken aan de notie dat na de herverkiezing van Bush tegen Al Gore, dus in het jaar 2000, de tijd niet vooruit ging, maar terug ging tellen. Je hoort toch de hele dag dat de mensen willen eigenlijk liefst de deur weer op slot doen. Die verlangen naar een overzichtelijk Nederland. En dat heb ik ook wel eens een keer als ik zit te zuchten boven mijn digitaal gedoe en dat ik het niet meer snap. En dat de televisie gewoon aan en uit ging van plaats dat je televisie ook een computer is. Maar de toekomst ligt dus niet in het verleden, want we zitten in een enorme overgangstijd en letterlijk in een digitale revolutie. Ja. Waarin we gaan werken met robotisering, met kunstmatige intelligentie. En waarin we ook nog eens een keer denken dat we het klimaat met allerlei technische ingrepen kunnen gaan veranderen. Hè? Want daar is ook sprake van weet ik het wat, grote spiegels neer gaan zetten die terugkaatsen naar de zon. Er is nu een witte verf ontwikkeld die voor 99% wit is. En als je die op de gebouwen smeert, dan kaatst dat weer terug naar de zon. We willen de Sahara met zonnepanelen bedekken. Een nieuwe vorm van kolonisatie, want daar zullen ze echt op wachten in Noord-Afrika. En in Libië zitten ze hun handen te wrijven om Nederland aan stroom te helpen. Allemaal hele naïeve ideeën. Nou, dat speelt natuurlijk allemaal ook een rol in deze roman. Ja. Ergernis als middel tegen dementie. Ja, dat laat ik iedereen aan. Boosheid om maar niet af te stompen en de weg te zakken. Ja. Dus mensen die zich hier boos over maken, we hebben het hier natuurlijk over. Ik zeg altijd tegen de mensen, jongens, als je nou dement wil worden, dan moet je in Spanje gaan wonen, een abonnement op de Telegraaf nemen, om 12 uur een fles rosé opentrekken, is het 3 jaar afgelopen. Wil je geestelijk gezond blijven, blijf in Nederland, erger je en je wordt 100. Ja. Jacob, de hoofdfiguur van je boek. Maar wil je dat dan ook? Nee, okay. Spanje natuurlijk. Maar je bent hier wel, je blijft wel zijn. Nee, kijk dan maar niet. Maar Jacob, je hoofdfiguur, je personage, die herkent het zwijgen en het buigen uit zijn Hongaarse jongensjaren. Ja. En net toen ik
Baudet zei je ook, je citeert linkse denkers. Er worden in je boek nogal wat extremer getoucheerd, om het maar zo te zeggen. Ja, nee, het is een parabel. Ik spaar niks. Maakt Stalin staat gelijk aan een nieuwe president van de Republiek Nederland, eigenlijk. Nou, eigenlijk via die Jacob. Ja. Nou, kijk, ik sprak Hongaarse vluchtelingen en Poolse vluchtelingen die mij vertelden. Soms, nu ik hier in Nederland woon, word ik herinnerd aan mijn kindertijd, waar wij aan tafel fluisterden, waar wij de kring van mensen om ons heen deelden. Die deugt niet, die moet je vertrouwen, die moet je niet vertrouwen. Een voorzichtigheid. En ik spreek steeds met mensen die zich betrappen op een voorzichtigheid. En dan had ik het net over de voorzichtigheid van, ik ga niet een roman schrijven waarin het woord pedofiel voorkomt, maar ook een voorzichtigheid van een cancel culture. Dat kan je maar beter niet zeggen, dat kan je maar beter zeggen. Ik begrijp het en met sommige dingen sympathiseer ik. Maar het gaat uiteindelijk om de vrijheid. Dat je wel weer alles moet durven en kunnen zeggen. En hoe krachtig is onze democratie om met die tegenkrachten om te gaan. En dat is dus het hele boek gaat uiteindelijk voor mij over schrijven. Mm-hmm. Over vrijheid. Mm-hmm. En deze Jacob Hemelbaan heet natuurlijk niet voor niets Hemelbaan. Hij is in gevecht met de engelen. Hij wordt verliefd op een schappenvulster die buitengewoon intelligent is. En het eerste wat ze doet is hij loopt wat bezwaarlijk. Hij leidt aan polyneuropathie, ongevoelige voeten. Ze wast zijn voeten. Dat is allemaal Maria Magdalena. Het zit vol Bijbelse verwijzingen. Hij glijdt uit in de Jumbo. Hij gaat naar de Jumbo. Ja, dat alles komt erin. Zij vult daar de vakken en ze tilt hem op. Maar het is ook heel leuk, je hoeft de Bijbel niet te kennen, maar er zitten honderden Bijbelse verwijzingen. En inderdaad, nou, jij noemde het al. Je hebt veel personages die dus uit de kuil tijdens de overstroming op een gegeven moment in zijn huis komen. Boer of broer Kees, Tora, Dr. Horvaat, Henkie, zeg maar, ja. Kano en Jan Viool. De meeste mensen heb ik gewoon voor de radio geplukt. Ik hoorde op de radio een man praten die welzijnswerker is. Ik meen Rotterdam of Den Haag. En die praat zo. Ja, nou, ik ga de straat. Ik ga zeg maar. De jongens heb ik zeg maar. Ik heb zo'n probleem met de jongens. Zeg maar. Dit is gewoon. Zeg maar. Ja, kijk, weet je. Zeg maar. Het is gewoon heel veel problemen. Zeg maar. Weet je wel. Gewoon zeg maar. Ook heel veel moet je aanpakken. Zeg maar. Ik dacht, hé, die man noem ik Henkie. Zeg maar. Ja. En dan hoorde ik weer iemand. En die was weer zo ongelooflijk geleerd. Dus ik heb al die. Ik ben een hartstochtelijk radioluister. En ik luister ook 's nachts naar het fantastische programma Nachtzuster. Die mevrouw die verdient een medaille. Mm-hmm. Alleen maar crackpots aan het woord. Nou ja, je hoeft er maar bij te zitten met je potlood en je hebt een roman. Die je inderdaad ook veelvuldig laat rijmen. Vrouw moet rok, terug slaat de kok. Dat klopt. Ja, er zit ook rap in. En, rap, ja. Ja, het is nou, ik heb het boek niet bij me, maar ik heb het luisterboek. Maar ik zing ook, hè? Ja. Er zitten liedjes in. En in welke van die mensen herken jij jezelf dan het meest? Want je zei net, het zijn allemaal afsplitsingen. In zekere zin. Ja, Henkie ben ik ook. Henkie zeg maar, weet je wel. Gewoon, ik vind maar verschilt graag het mensen per dag wie het meest op jou lijkt? Of is het. Nee, maar ik vind het leuk om, als ik schrijf, dat klinkt een beetje aanstellerig, heb ik een theater in mijn hoofd. Mm-hmm. En ik hoef eigenlijk alleen maar op te schrijven wat ik hoor. En alle indrukken van de dag. En ik ben een enorme klassebest. Dus ik zit in de trein en in de tram. En ik praat met mensen. En ik hoor grappige woorden. Ik vertelde net een verhaal dat ik een hele leuke taxichauffeuse had. Die werkt nou aan een roman. Ik dacht, oh god, die gaat ze me natuurlijk opsturen. Die moet ik lezen. Ik zei, hoe gaat die roman heten? Zweistein. Hoe komt je dat? Nou ja, ik ben zo slim. Mijn moeder zei altijd, je bent slimmer dan Einstein. Ik noem je Zweistein. Leuk. Dat zijn dingen die je oppakt. Dus de hele dag. Leef je in een wereld, het vloeit je toe. En ik heb opschrijfboekjes. Ik schrijf altijd en maak overal notities in deze opschrijfboekjes. Mm. En daar ontstaan mijn verhalen en romans uit. En sorry. Volgens mij komen die van de Muji. Want die heb de Muji, ja. De Muji, ja. Ik hou niet van de Moskind, maar die van die Muji zijn. Ja, nee, dit zijn de beste. Ja. 1 nee. euro per stuk. Klopt. En weet je wat Muji betekent? Nee. Het betekent merkloos in merkloos, het Japans. Ja. Dat zijn de beste boekjes. Oh, okay. Dat is kapitalisme. Dus je hebt een meer stemmig schrijver. Je al die stemmen gooi je in je boek. Van de raps tot kapitalisme is, vond ik achterin je boek van René ten Bos. Ja. Die hier nog 2 keer in het auditorium. René ten Bos heeft mij zeer geïnspireerd met een wonderbaarlijk boek Water. Ja. En dat gaat over alle betekenis die water heeft in de cultuur, in de poëzie. En ook en hij heeft ook boeken geschreven natuurlijk over de wandelingen in het. Hoe heet het nou niet? Pleistocene? Hoe heet het nou die nieuwe tijd die ons te wachten staat? Nou ja, goed. In ieder geval wandelingen in deze veranderende klimaattijd.
En nou heeft hij Meteosofie geschreven. Het is een enorme belezen man. Ja. En die is voor mij altijd zeer inspireerd met zijn geesteswandelingen. Ik vond je boek in zijn totaal, en ook met al die types, archetypes, stemmen, rap, van alles door elkaar, eigenlijk een soort politieke schelmenroman zoals die uitgeschreven werd door Kurtogolski. Daar deed het me aan denken. Choleriek en tegelijk serieus, wel met een serieuze boodschap. De humor heeft ook iets Tsjechisch. Nou, het is een Hongaar die neerzet, maar ik moet soms ook denken aan Rabal. Aan dat groteske. Dat is een van mijn favoriete schrijvers, maar ik hou ervan om lichtvoetige, zware dingen lichtvoetig te schrijven en vooral niet al te gewichtig over te komen. Want ik word altijd een beetje zenuwachtig van mensen die schrijven een heel edel. Het is gewoon een ambacht. Gewoon opstaan, zitten, werken, poetsen, schaven, schrijven en weggooien. Ik ben erg van het weggooien. Schrappen, veel schrappen, ja. Nou, niet eens schrappen, ik gooi gewoon weg. Ja. Ik kwam het woord naasten tegen, dat is belangrijk. Naasten is iemand te slapen liggen in je huis, in jouw boek. Of is het, betekent het wat anders? Ik ken het niet in die betekenis. Naasten betekent toch inpikken? Een genaast wordt, dat is. Kijk, ik ken het woord naast altijd als kind. Dat is een huis. Ik woonde bijvoorbeeld in een repatriantenhuis. In Bergen aan Zee. Daar woonden we met 51 mensen. En dat huis was genaast, want het was namelijk Duits bezit. Okay. En na de oorlog viel het aan Nederland toe, want de moffen deugden niet. Dus de Nederlanders pikten dat huis. En het was een Duits kindertehuis. Want we hadden in Bergen de heer van Bergen. En de vrouw van de heer van Bergen was mevrouw Völter. En die had allerlei Duits geld naar Bergen aan Zee gebracht. En zo zijn die koloniehuizen ontstaan voor Duitse bleekneusjes voor een belangrijk deel. Maar die huizen werden allemaal genaast na de oorlog. Dus in die zin gebruik ik het woord naasten. Dus in plaats van dat onze Hongaarse bibliothecaris gastvrij is door te naasten, worden gewoon stukjes van zijn huis ingepikt. Ja, zijn huis wordt, zijn hele grondgebied wordt genaast. Ja. Door de Nederlandse staat. En die zegt, luister, dit is nu noodgebied. Dat gaan we trouwens ook nog meemaken natuurlijk. Als straks hier de boel in elkaar flikkert. Dan kan de staat op een gegeven moment zeggen, luister, wij verklaren nu delen van Limburg tot landsgebied. Want daar moeten we vluchtelingen onderbrengen. Dus je kunt hoog springen en laag springen. Ja. Wij hebben het nu voor het zeggen. Dat is eigenlijk het hele deel 5, het levende deel van je boek. Het is de beschrijving van die orkanen wat erna gebeurt. Dat is zo'n. Ik vertel hoe de staat bezit neemt van een terrein en daar deze mensen onderbrengt. En hoe mijn bibliothecaris zich aanbiedt als tolk. Hij spreekt 5 talen. Hij wil die mensen helpen. En hij dacht, als ik nou die mensen help met hun verhaal op te tekenen, dan kunnen ze later bij de verzekering, of dan weten ze wat er gebeurd is, of kan ik hun verdriet noteren. Maar onbewust, en ook weer halfbewust, is hij eigenlijk een verlengstuk van het onderdrukkingsapparaat geworden. Want hij noteert. Ja. En hij weet allerlei zaken die beter niet bekend kunnen worden. Beulen hebben de neiging tot een goede boekhouding. Maar ook landen willen alles precies noteren. En met al die kennis en al die data kun je mensen weer onderdrukken. Ja, zoals hij op zijn kaartje, systeemkaartjes, die mensen zitten die bij hem. Hij is de bibliothecaris die alles noteert. En uiteindelijk zie je dus ook mensen groeien in hun rol. Er is een boer, zijn buurman, een klusjesman eigenlijk, omdat hij zijn boerderijtje niet veel meer opbracht. En die niks moet hebben van boeken, van schrijvers, van al die aanstellerij. En die groeit uit, die boven zichzelf. En die wordt eigenlijk de held van het verhaal. En dat heb ik wel, ik heb 12 jaar in de Achterhoek gewoond. En als ik iets geleerd heb daar, is dat wat wij in de grote steden wijs noemen, verstandig, belezenheid. Ik heb zoveel mensen ontmoet die geen institutionele opleiding hebben. En die zo wijs waren. En die zoveel levensles mij hebben doorgegeven, dat ik daar een enorm respect voor heb. Dus daarom heb ik ook een beetje die mensen geëerd in mijn boek. Ja, mooi. Ik ga straks, ik moet dat altijd van tevoren zetten, zodat mensen daar dat kunnen bedenken, maar het publiek de kans geven om via Zoom, maar dat kan ook YouTube en wat is het verder, Vimeo, in de chatfunctie een vraag te stellen aan Inge, of aan Adriaan, of aan allebei, kan ook. Die zullen hier opgelezen worden.
Ik geef u even bedenktijd, dus ik ga zelf ook nog wat vragen. Mijn lijstje is weg, dus het gesprek kan beginnen. De Puma, die jij noemde... Ja, dat moet ik nog even uitleggen. Er is dus een tegenstem, en die heb ik Puma genoemd. Dat is dus een aaibaar, krabbaar, het zit op je schoot. Je koestert het, maar het bijt je ook gemeen. En het stelt de hele tijd vragen. En die stelt mij nu ook voor. Adriaan, je praat te veel. Adriaan, je wil veel te aardig gevonden worden. Adriaan, dat is een heel akelig persoon. Mm. En daar ben ik altijd mee in gesprek. Dat is de self-censor, misschien ook je eigen editor, het derde oog, de blik op jezelf. Maar om toch een tegemoet te komen aan jullie, van jouw idee dat jullie boeken eigenlijk hetzelfde zijn. Zou ik een stap willen maken als jullie mij toestaan van die Puma... die inderdaad ook in het boek, in het begin, niet in het vijfde deel... maar in het begin en op het eind eigenlijk dingen wil verzachten... die jij scherp opstelt. En natuurlijk niet de vis, maar wel het schrift. De beheersing die de jongen probeert te houden en verliest. Als je zegt, het zijn dezelfde boeken, is het dat? Mijn Puma zou nooit toestaan het boek te schrijven... wat Inge Schildpoort geschreven heeft... Nee. En Inge Schildpoort heeft een boek geschreven... waarin iemand ook voortdurend een beheersing zoekt. En verlangt naar zijn eigen tucht. Hmm. Wat hem niet lukt. Maar hij spreekt zichzelf voortdurend aan. Je kan het, je bent niet slecht. Je moet goede kanten laten zien. Nee, ja, dit mag je wel voelen, maar niet meer dan dat. Als je nou maar aan je regels houdt. Ja. Is er ook een innerlijke stem? Ja. En dan zou de Puma, zeg maar, van Jonathan, die haalt hem ook onderuit uiteindelijk, denk ik. Dus dat is niet het oefenboek? Nee, ik zou niet helemaal hetzelfde. Mijn hoofd, mijn Puma, mijn tegenstem, die is wel degelijk bezig om het op een akkoordje te gooien. Als je dat nou eens weglaat. Als je graag wil dat je boek uitgegeven wordt... want er is een soort staatsinstituut, een soort stichting lezen... Ja, precies, dus dan moet hij zich eigenlijk aanpassen. Toch? Ja. Ga nou niet te ver, hou dat nou in. Bijvoorbeeld als je achterop de flap van een boek zet... dit boek gaat over een pedofiel, dan zegt de uitgever... doe dat nou niet, want dan kopen de mensen het niet. Zeg dat nou, dit gaat over een man die in verwarring is. Ja, maar ik moest ook aan Baudet denken, omdat de censor van de hoofdfiguur, dus de Puma... eigenlijk het een beetje traditioneler wil hebben. Net zoals Baudet zo heel erg houdt van ontzettend ouderwetse kunst en literatuur. Ja. En vooral moet het niet te modern zijn. Nee, het is... Maar als je de gemiddelde Nederlander vraagt wat hij mooi vindt... dan houdt hij vooral van werk dat lijkt. Liever Helmantel dan Karel Appel, zal ik maar zeggen. Ja. En meneer Balkenende houdt erg van het werk van Helmantel. Ja. Dat zegt genoeg. Je zegt de Puma jou iets vanuit je werk? Als om je werk nu ook even je baan, je werk bij Pieterbaan zit. Zie je iets in zo'n Puma of heb je als schrijvende, je hebt dit boek gemaakt, gelukkig. Heb je ook zo'n censor gehad van die dag van nou, nu moet ik niet te ver gaan met zo expliciet? Nee, ik denk eerder omgekeerd. Dat ik wist tijdens het schrijven van het boek... dat er meer expliciete scènes in moesten komen op een gegeven moment. Omdat ik steeds maar bezig was wel met wat er in zijn hoofd omging en hoe hij kijkt naar de wereld en dus ook naar dat meisje. Maar ik dacht, voordat hij echte controle verliest... rond de periode dat hij echte controle verliest in zijn hoofd... Ja, dan komen er natuurlijk ook meer expliciete fantasieën. Mm-hmm. En die heb ik zelf eigenlijk. Maar dat is dan misschien mijn eigen Puma, als je het zo wil noemen. Preutsheid of? Dat is ook niet echt een prettig... Nee. Op de een of andere manier wilde ik dit boek schrijven. Mm-hmm. Maar die scènes, of met name één, waar die in zijn hoofd... in zijn hoofd van alles gebeurt tussen hem en dat meisje... Daarvan wist ik dat dat moet op een gegeven moment komen. Maar ik weet nog wel dat ik die toen eigenlijk tot het laatst heb uitgesteld. Mm. Omdat ik dacht van ja... Of nou ja, het voelt ook een beetje vies of zo om dat te schrijven. Hè? Ja. Alsof je jezelf dan bijna schuldig maakt aan iets. Mm-hmm. Ja,
wat ik helemaal niet wil natuurlijk. De handelingen. Het is functioneel dan binnen dat boek. Dus dan, dat was meer denk ik dan een omgekeerde beweging. Ja, ja. Nou ja, dus gewoon kan je ook een soort zelfbeheersing noemen. Maar je wilde toch. Maar ja, het is schroom. Kijk, het staat ook gewoon ver van me af, gelukkig. Ja. Wil, zeg maar, de hele psychologie van zo'n man, daar kan ik me wel redelijk in verplaatsen. Omdat dat allemaal normaal menselijke dingen zijn. Alleen wat bij hem erger, net zoals die dwangmatigheid. Ja, dat snap ik wel. Alleen was het bij hem nog erger. Het feit dat je schuldig kan voelen, dat je anders wil zijn dan je bent. Mm-hmm. Dat zijn allemaal normale psychologische processen. Die kun je uitvergroten. En, maar dat je zoiets voelt voor een kind, ja, dat ken ik niet, gelukkig. Maar daar moet ik me wel dan in verplaatsen en dat op een gegeven moment opschrijven. Ja. Bestaan er ook vrouwelijke pedofielen of zijn dat gewoon moeders? zijn dat zomaar gewoon moeders? Ja. Nou, ja. Ze bestaan wel, ja maar volgens mij is er niet zo heel erg veel over bekend. Nee. Dus ook niet hoeveel dat voorkomt. Ik weet niet of dat dan per se moeders zijn, niet. Maar. Nee, ik dacht plotseling, hoe noem je een vrouwelijke pedofiel? Moeder, dacht ik. Maar goed. Vind je het goed dat het publiek toelaat? Ja, graag. Ja, tuurlijk. Er zijn wat vragen. Dus ik wilde eigenlijk, ik zei het al een paar keer, dit boek uit hebben toen ik aankwam en naar de kamer van Hisham lopen en dit gewoon lees dit. Maar een directeur van een instituut heeft ook wel wat meer te doen dan alleen een boeklezer is hier. Maar je hebt het gesprek gevolgd. Is er iets wat jij wil vragen of wil zeggen? Of voor beide? Nee, ik vond het echt een ontzettend boeiend gesprek. En ik vind het echt. Ik weet niet of dit woord wordt van mij. Nee, ik. Ik wil je ten eerste hartelijk danken voor het gesprek. Ik vind het echt ontzettend boeiend, gewoon om te luisteren naar jullie. En wat ik zo mooi vind is, wat schrijvers doen, hè, jullie het woord, met woorden maken jullie beelden. Hè, en beeldende kunstenaars hebben al beeld. Hè, en dat moeten ze zien te verwoorden. En dat is eigenlijk een ander soort proces. Maar ik vind het ook heel erg dicht bij elkaar liggen, in zekere zin. Maar ik heb ook heel erg boeiend geluisterd naar de onderwerpen. Beide onderwerpen die ik ook heel erg boeiend vind, en ik denk waar jij naar doelt ook, is waar de academie ook een beetje naar streeft, omdat ik bij mijn aankomst in 2018 ook meteen heb gezegd van, nou, wij gaan met deze academie ons lijnen aan het IPCC-akkoord. Wij moeten iets gaan doen met klimaatverandering. En ik denk dat het meer in die richting waar jij naar zoekt van, lees dat boek. Want het is... Geloof jij dat je het klimaat met fictie en met verbeelding kan bestrijden? Of moet je je alleen maar houden aan de statistieken? De klimaatramp, ja. Kijk, mij ging het erom, en ook de Great Arrangement van Amitav Ghosh was daar ook leidend in. En het idee van, wat moet je toch met zoiets groots als de klimaatverandering? Wat voor effect zal dat hebben op heel veel lagen, praktisch gezien, maar ook conceptueel gezien, op wat de kunstpraktijk is? Praktisch gezien kunnen we nog reizen. Hè? Wat betekent het voor het internationaal instituut als je niet meer mag reizen? Gaan we dan meer lokaal-regionaal werken of laten we mensen hier langer verblijven? Een residentie is toch ook een plek dat gaat over condities van kunstenaars. Hè? De levenscondities, je woont, werkt, leeft samen, doet dingen samen. Dus, en dat was ook geen nieuw idee. Dat waren eigenlijk al vragen die gesteld werden binnen residenties. Maar voor mij was het eigenlijk niet meer dan logisch om eens na te denken over die condities. Hè? Je kunt nog verder denken, de klimaatverandering heeft ook te maken met ongelijkheden. En wat ik zo mooi vind aan wat je vertelt, is die ongelijkheden kunnen ook nog eens een keer gecoöpteerd worden. Die kunnen gebruikt worden. Die kunnen in taal dermate gebruikt worden dat ze tegen je gebruikt worden. Hè? En dat vind ik ook wel interessant. Van wie is leidend in het verhaal? Hè, Baudet kan leidend zijn door dingen om te vormen. Het lokaal-regionale kan omgevormd worden als zijnde van oké, dan maar de grenzen dicht. Terwijl je vanuit een klimaat... situatie denkt. Nou, dat zijn natuurlijk allerlei processen waar je mee te maken zult hebben, die er al zijn. Want die klimaatramp is voor mij is er al. Is niet iets wat komt. Je noemde net Amitav Ghosh, The Great Derangement, de grote ontwrichting. Ja. En Amitav Ghosh, Indiaanse schrijver, roept ook op tot, die zegt ook, schrijvers, gebruik de verbeelding om deze strijd aan te gaan en om die bewustwording groter te maken. Ja, maar hij zegt tegelijkertijd ook dat er maar weinig schrijvers zijn die het gelukt zijn. Ja.
En je had het ook over science fiction. Maar science fiction is iets waar je in wezen afstand van hebt. Want die toekomst is er nog niet. Maar wat doe je als de apocalypse er al is? Hoe ga je om met datgene wat er al is? Hè? Als wij deelnemers hebben die uit de hele wereld hier komen, dan nemen ze hun bagage mee. Die problemen zijn er al. En daar moeten we mee dealen. En daar dealen wij mee op een dagelijks niveau. En wat ik ook heel erg interessant vind, hoe werk je daarmee als kunstenaar, is dat de tijd haalt je in. Want toen ik hier kwam, zei ik dat. En een jaar later was de coronacrisis. En daarna was Black Lives Matter. En daarna de Palestijnse kwestie. Noem maar op. En het stapelt. Dus je zit niet alleen maar met een crisis. Ik zie de klimaatverandering niet ook als één crisis. Het is een paraplu van heel veel crisis. Omdat een heleboel oorlogen die nu plaatsvinden, alleen al de Nijl, ik geloof iets van, weet ik het wat, meer dan 10 landen, precies, allemaal van die Nijl afhankelijk zijn. Precies. Het ene land ontzegt toegang tot het water aan het andere land. Precies. Daar vinden nu al oorlogen plaats om dat water. Precies. En maar ook de vluchtelingen uit Tjaad, de vluchtelingen uit Mali, landen die uitgegumd worden door de woestijn, precies, zijn eigenlijk klimaatvluchtelingen. Precies. En alleen noemen we ze niet klimaatvluchtelingen, maar nu met terugwerkende kracht. Want ik heb toen ik in Parijs woonde, veel in kringen van mensen uit Tjaad, ja, verkeerd. En dacht ik, hé, maar dat waren eigenlijk klimaatvluchtelingen. Precies. Nou ja, goed. En die hoedanigheid gebruik ik eigenlijk het klimaatdenken, hè, als een vorm om te herdenken of op een andere manier na te denken wat die kunstpraktijk kan zijn. En misschien kan ik de vraag dan terugleggen van wanneer je in zo'n situatie zit van stapelingen van crisis, waarin die crisissen er al zijn en waarin je ook echt moet dealen daarmee. Wat betekent het dan om kunstenaar te zijn waar de kunst altijd een proces is van afstand nemen? Wat doe je als je er geen afstand van kan nemen? Hoe kun je het dan verbeelden? Dus hoe ga jij er dan zelf mee om? En toch is het je gelukt, blijkbaar. Nou ja, je kunt afstand nemen omdat je met een blik van buiten soms dingen beter ziet. Maar dat betekent niet dat je afstand neemt van de hartstocht en van de woede waarmee je wil beschrijven. Ja. Kijk, op het ogenblik zijn de boeken die geschreven worden over de Nederlandse koloniale tijd. Mm-hmm. Die worden niet door Nederlanders geschreven. Precies. Die worden door David Rijboek geschreven. Precies. Revolutie, die worden geschreven door Remy Limpach. Of de brandende kampongs van generaal Spoor. Of die worden geschreven door Jonathan Israel, The Dutch is a Seafaring Nation. Of die worden geschreven door Simon Chama. Ja. Over onze poetsmanen in de 17e eeuw. Het zijn de buitenlanders die met een hele scherpe blik kijken naar de zeden. En het zijn nu de kinderen van de migranten in Frankrijk, in Engeland en ook in Nederland, die ons op een andere manier naar ons eigen land laten kijken. Het is Hafid Bouazza, zaliger, die bladerde door het WNT, het oude woordenboek van de Nederlandse taal, en de Nederlanders woorden teruggaf uit de 19e eeuw, waar wij ons neus voor ophaalden. Ja. Dus met die blik van buiten, kijk, vindt er verjonging plaats. Ja. Dus ook, en die blik van buiten is ook een vorm van afstand. Ja. Het was een Amerikaanse antropoloog, ik geloof niet in jouw programma, maar van Anil Ramdas, die eigenlijk onze relatie als kolonisator in Indonesië op een gegeven moment op de tv zei, waar iedereen van schrok, dat is inderdaad van buiten. Ja. Ja, is goed. Prima. We hebben 3 vragen. 2 via Zoom en 1 via YouTube. 1 vraag voor A, dat is Adriaan, en 1 vraag voor Inge. Ik begin met jou, Adriaan. Heeft Adriaan, terugkijkend op zijn werken, een thema of boodschap? Heeft Inge, dus al toch allebei, na 1,5 boek al een thema of urgentie te pakken? Een wat te pakken? Een thema of urgentie te pakken. Ik kan kort zijn, ik kan Inge er veel langer op ingaan. Ik heb geen enkele boodschap. Ik heb maar 1 boodschap, dat is zo goed mogelijk te schrijven. Nou, mooi. Ja. Ik ook. Nee, maar jij bent al bezig aan een nieuw boek. En hoe ver ben je daarmee? En waar gaat dat over? Durf je daar al een beetje over te praten? Jawel, daar durf ik over te praten. Hoe ver ben ik? Nou ja, wat ik aan het begin van het gesprek vertelde met die 12 hoofdstukken. Ja. Dus de eerste versie is bijna klaar. En nou ja, hopelijk komt het. De bedoeling is dat het dit jaar nog wel uitkomt. En komt je forensische expertise daar ook weer ja, aan bod? Ja, ook wel. Ja.
Wat was de vraag nou precies van of ik een thema te pakken had? Heb je een thema te pakken? Dat willen wij ook eens weten. Heb ik een thema te pakken? Nou, dat weet ik niet zo goed eigenlijk. Ja, hier staat thema of urgentie, maar... Het gaat toch over ik heb je vanmiddag er iets over verteld. En, het gaat fundamentalisme. Over... Ja, precies. Het gaat over... concreet gaat het over een jong meisje... die eenzaam is en wat dat betreft enigszins vergelijkbaar met Jonathan... maar ook weer heel anders. En zij is pas 15. Haar vader is overleden. En haar vader was een strafrechtadvocaat... die jonge moslim-extremisten verdedigde... En dit meisje, Sophie, die raakt heel hevig bevriend met een meisje uit haar klas die Afghaans van origine is. En via haar leert ze de islam kennen en raakt ze ook daar heel erg door gefascineerd. Dus eigenlijk door de schoonheid van de religie. Ze wil zich bekeren, maar de overgave... Ja, het gaat heel erg over overgave ook. En maar als je jong bent, tenminste als ik me verplaats, dan verlang je ook naar een zekere radicaliteit, naar een sterke keuze. Ja, maar dat lukt haar ook niet helemaal. En nou ja, goed, ze ontmoet online ook een ex-cliënt van haar vader, die dus wel extreem is in haar denkbeelden en zich in zekere zin wel heeft overgegeven, maar dan aan iets heel donkers. Nou ja, het gaat ook over, een beetje over de strijd in haarzelf tussen die verschillende kanten. En ik vind dat moeilijk om te zeggen nu of er één thema is wat dan in beide boeken misschien ook, terugkomt. Ja. Wat wou je zeggen? Nou, ik heb nog een vraag. Daarmee ga je niet naar je thema, maar eigenlijk terug naar je eerste boek. En die wordt gesteld, het is even het uitzoekend werk met zowel vragen op YouTube. Op YouTube vraagt Inge van der Krabbe... Wilde jij bewust ons lezers laten meeleven? Je moet in je toeter praten. Heel goed. Ga door. Inge, wilde jij bewust ons lezers laten meeleven met Jonathan? Wat je ergens juist niet wil? Of is dat iets wat als schrijven is ontstaan? Vraagt Inge van der Krabbe op YouTube. Ja, nou ja, ik denk dat het op zich wel al schrijvende is ontstaan. Ik denk dat ik wel op een bepaald punt, toen het boek bijna af was, wel daar iets bewuster mee bezig ben geweest. Zo van, ja, deze man, wil je dit boek überhaupt willen lezen, moet je ook sympathie kunnen hebben natuurlijk voor zo iemand. Dus toen heb ik wel wat bewuster gekeken, denk ik, ook naar... Nou ja, daar zijn meer positieve kanten, hè, die zorgzaamheid, et cetera. En waarom zou je met hem mee willen leven? Maar in eerste instantie is het wel vooral natuurlijkerwijs gegaan. Omdat het voor mijzelf... Nou ja, kijk, nu denk ik even terug aan die vorige vraag over een gemeenschappelijk thema. Dat weet ik niet zozeer, maar ik weet wel... dat zowel bij het boek waar ik nu mee bezig ben als het eerste boek... dat het gaat voor mijzelf om een soort zoektocht. Hè? Bij dat eerste boek wilde ik begrijpen hoe kan het... Ja, of hoe voelt het om zoiets te hebben en hoe ga je daarmee om? En nu merk ik aan mezelf met het tweede boek... dat ik ook bepaalde thema's wil begrijpen. Mm-hmm. En ik denk dat ik dan als schrijvend probeer een personage te creëren... waar ik dan tegelijkertijd weer dichterbij wil komen... En hopelijk dan zo iets of iemand creëer. Maar er zit een fascinatie voor het betreden van verboden terreinen. Want, nou ja, ik vraag het me maar af. Ja? Het verboden terrein van een radicale godsdienstige opvatting. Van een zeer strenge... Ja, misschien wel. Kijk, de overeenkomst is denk ik wel tussen zo'n pedofiele man en een extreem... Of een extremist, ja, hoe je het ook noemen wilt. Het is misschien wel dat beide soort personen in de maatschappij altijd alleen maar als een soort vlak, ja, of eendimensionaal persoon worden gezien of zo. Nee. Hè? Als iemand die alleen maar één ding wil en alleen maar slecht is. En want ik heb voor mijn werk ook wel jongeren gesproken en onderzocht die werden verdacht.
van het willen uitreizen. Hè? Dus naar, bij het kalifaat zich aansluiten, iets met IS. En ik vind dat dan heel interessant om te achterhalen van ja, wat drijft dan zo iemand? Wie zijn die mensen? En dan ontmoet je natuurlijk niet een soort duivelse figuren. Tuurlijk zitten er mensen tussen die, ja, die iets engs hebben omdat ze zo extreem zijn. Hè, en alleen maar. Het is waarschijnlijk verlangen naar zuiverheid. Precies, ja. Dat, nou ja, inderdaad, dat verlangen naar zuiverheid. Maar ook dan zie je gewoon. Ook in extreme vormen toch zeg maar gewone psychologische processen terug als inderdaad soms mensen die op het verkeerde pad zijn beland en zichzelf daarna willen zuiveren of die zoeken naar aansluiting, naar erkenning, naar juist zichzelf willen opofferen voor een groter doel en ja, heel veel ja, processen die iedereen wel in zekere zin kent, alleen dan vaak een afgezwaktere vorm of een andere inhoud. En dat is wat mij interesseert, denk ik, nu ik er zo over praat. Van, om dan die verschillende facetten van zo iemand te leren kennen en ook als schrijvend te onderzoeken. Zoiets. Ja, er is nog één. Er zijn nog drie korte vragen, twee op Zoom. Er blijven gesteld worden die misschien aansluiten op wat je nu zegt. Twee aan Inge en de laatste was aan Adriaan. Vraag aan Inge, wat is de emotie die op de voorgrond staat als je aan Jonathan denkt? Voor mij? Ja, ik denk, nou ja, nee, dat zit. Ik vond dit wel een mooie parallel naar Adriaans boek. Dat zegt Galaxy 510, vraagt dit. Galaxy himself? Ja. Wauw. Dus dit vraagt iemand op het internet die zich Galaxy 510... of die zijn account heet zo. Maar dat... Ja. Maar, dus maar ik neem aan dat hij bedoelt, wat is de emotie die op de voorgrond staat bij jou als jij aan Jonathan denkt? Nou, ik voel heel veel compassie met hem. En ja, ik hoop dat het goed met hem gaat. Okay. Nou, als hij nog ergens is. Ja, jij hebt er een hard hoofd in, hè? Ik ben bang dat hij het zichzelf heel erg ingewikkeld maakt. Maar dan gaan we iets verklappen. Maar je leeft, het is zoals ik zei, met een humane pen geschreven. En je hoopt ongelooflijk dat iemand verlost raakt van een dwanggedachte. Hmm. En daar gaat het toch ook in belangrijke mate om. Ja. Ja. De laatste twee vragen die we hebben gaan over de academie zelf. En, iemand vraagt, die heeft gehoord van Kleidates. Die wil, Kleidates, ik weet niet wat het zijn, maar goed. Die wil weten wat de invloed is van de kunstenaars die hier zijn. Je boek is natuurlijk bevolkt door kelbewoners, maar de kunstenaars waar je tussen leeft. En hoe die, ik ben niet zo handig met dit chatprogramma. Ik kan het niet precies reciteren, maar hoe die jou beïnvloeden? Hoe is de uitwisseling met de deelnemers hier? Ja, nou ja, er zijn allerlei verschillende vormen van uitwisselingen. Wel soms spreek ik met mensen die bezig zijn met een bepaald thema, wat weer raakt aan een thema waar ik in geïnteresseerd ben of mee bezig ben. Dus op die manier ben ik wel veel geïnspireerd door mensen. Uh-huh. En die kleidates, dat is blijkbaar iemand die goed ingevoerd wat is. Wat is dat, een klei van... Ja, nou ja, dat is een lang verhaal. Maar het komt er in het kort op neer dat een van de deelnemers hier bezig was met... hoe moet ik dat kort uitleggen? Met kleien? Ja, maar dat klinkt dan zo kleuterschoolachtig. Helemaal maar die was met een heel interessant project bezig, of is bezig. Wat gaat over aardlagen. Uh-huh. En die heeft ook gegraven hier in de tuin. En die heeft daar klei uitgehaald. De deelnemer Injas Camille, inderdaad, ja, de Vlaamse kunstenaar. Ja. Die ook goed schrijft, moet ik zeggen. Ja, die, absoluut. Ja. En nou ja, goed, wat hij deed sprak mij weer heel erg aan. Ik heb een aantal kleidates, dus afspraken met hem gehad. Dat we spraken over wat hij deed. En dat we aan het denken zijn aan misschien een gezamenlijke publicatie. Okay. Die hiermee te maken heeft. Heel goed. De laatste vraag. Ik ga het volgende keer gewoon door jullie laten stellen. Want dit apparaat begrijpen we het niet meer. Maar dus ik moet het parafraseren. Sorry, Mickey. Mickey is een van de deelnemers. Ja. Die stelt de slotvraag aan Adriaan. En die stelt de vraag. We moeten dit ook door andere mensen laten beantwoorden. Maar zou jij hier studio visits willen doen? Kunnen we Adriaan niet hier houden in het gebouw? ik zou je dolgraag eens een tijdje willen zitten. Bedoel je dat? Nou, ik weet het niet, Mickey. Een van de kunstenaars vraagt van... wil je, ik doe het af en toe als kunstenaars hun naam opgeven, een uur
Dan ga je naar een atelier van iemand, ga je een uur mee praten en daarna een uur naar een andere. Ja, ja, nou, dat doe je 6 keer per dag, daarna ben je doodmoe. Oh. Maar dat, ja, kun, dat en nu gebeurt het ook dat veel via Zoom. Hè? Maar ik laat mij heel graag inspireren door gesprekken, maar ook door kunst. Dat in het boek De Wandelaar, dat in het najaar met Nederland Leest wordt behandeld, speelt kunst een hele grote rol. Want daarin komt mijn wandelaar veel in musea. En dan wordt hij plotseling betoverd door een heel eenvoudig piloontje van Brancusi. He, die dus een leerling was van de vlezige beeldhouwer Rodin. En daar staat ook een briefje bij dat Brancusi weggaat van Rodin, omdat een twijg niet kan bloeien onder een grote eik. En daarom ging hij weg. En dat, dan krijgt hij een intense behoefte om dat te stelen. Ik weet niet of jullie daar last van hebben, maar ik heb altijd erg behoefte in musea om iets weg te nemen. Kleptomanie. Ja, ik heb het nog nooit gedaan hoor, maar dan denk je, goh, er is helemaal niemand. Mm-hmm. Wat zegt die Puma dan tegen je? Als je niet dat doen, doen, zegt niet die doen, Puma. Okay, ja. Dat is heel verstandig van Puma. En het alarm zegt er. Ja, nou ja, er zijn fantastische voorbeelden van. Kijk naar Arsène Lupin op Netflix. Je kan je zien dat je toch op een slimme manier een aardig kunstwerkje onder je mantel kan doen. Met een filter handschoen. En, ja, maar goed, het verlangen om het, dat kan ik me heel goed voorstellen dat je zo dicht wil, bij een kunstwerk wil zijn dat je het niet de ogen van een vreemdeling gunt en dat je het steelt en thuis wil hebben. Goed, en daar wordt deze man en de wandelaar ook een beetje door bezocht, door dat idee. Okay. Maar dat is het leuke van schrijven, dat je voortdurend facetten kan verkennen van je eigen karakter, van het karakter. Wij mensen zijn niet eenduidig. We bestaan uit zoveel verschillende kantjes. Het is een rijnsteentje. Je hoeft het maar een beetje te schuiven, dan komt er ander licht op. En het kan een kwaadaardig licht zijn, het kan een schoon licht zijn. Maar elke keer zijn we ook een ander. En dat vind ik het mooie van literatuur, het mooie van kunst, dat het voortdurend die veranderende mens laat zien. We zijn niet eendimensionale wezens. Nee, die worden, geloof ik, dat in de Tweede Kamer zijn er heel veel, maar daarbuiten niet. Zeker mooi. Ik denk dat dit mooie slotwoorden zijn. Ja. Als jullie het met mij eens zijn. Ik ben één ding helemaal vergeten en dat wat ik aan het begin moet doen, en dat is een aantal mensen bedanken. Dat is altijd het leuke onderdeel ervan. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds. Inge Schilperoort zit hier in het residentieprogramma Wanderlust van het Letterenfonds. Ook deze avond ook je komst is door hun, waar wij al een aantal jaar heel goed mee samenwerken. Dus die noemen we, die bedanken we ook hiervoor dat dit mogelijk is gemaakt. Dat die ook dit programma in de Jan van Eyck, op de Jan van Eyck ondersteunen, dit literair programma. Ik wil boekhandel Tribune bedanken. We zijn er nog geweest met z'n drieën. Die een fantastische boekhandel die ook heel goed meewerken. En waar jullie boeken te koop zijn, blijkt dat ook zeggen. Die en zelfs Hamid bedanken, die voor de techniek heeft. Ja, die komt zo nog. Oh, die komt zo nog. Sorry. Ik wil de dichter Frans Budet bedanken. Oh. En ik wil de Vlam, de Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht, bedanken. De Vlam? Heet de Vlam. Dat zo? Ja. De Vlam. Die deden Maastricht Wereldboekenstad. Dat is niet geworden. Maar het is toch goed om de mensen te bedanken al deze mensen die op Zoom ons hebben kunnen volgen, hierop ons hebben kunnen attenderen. Last but not least, mijn gewaardeerde collega's met wie ik dit samen maak zijn Anne van Gronsveld en Hamid Suleiman. Heel veel dank voor jullie technische ondersteuning om dit mogelijk te maken. Inge, dank. Adriana. En we willen Erik Lindner bijzonder bedanken, dames en heren, die zich zo verdiept heeft in ons. Zeer eervol, dank je wel. Het was een plezier en het zijn boeken die ik graag heb gelezen. De volgende keer is er weer een schrijversgesprek met Jente Postuma, dat is in september. Het is nog een mystery guest met wie zij in gesprek gaat komen. Maar u kunt alle schrijvers die laatste anderhalf jaar op de Van Eyck waren ook zien tijdens de digitale Open Studio's. Dat zijn er veel. Gerda Blees, Gamma Fouad, Frederik Willem Daan, Inge Schilpoort, Jente Postuma, Asha Karami, Persis Beckerink. Ik vergeet er nog een paar. En ook een aantal deelnemers, waaronder Ignaz Camille met zijn klei, die ik goed vind schrijven. Die zullen samen met hem voorlezen. Dat gebeurt hier op 24, 25, 26 juni.
Juno, zou meneer Grapperhuis zeggen. Hou de website van de Jan van Eyck in de gaten om dat te volgen. Dat is telkens om 7 uur 's avonds, dagelijks. De academie is ook nog overdag te bezoeken tijdens de Open Studio's. Als men wil zien wat er is, daarvoor moet men zich wel opgeven. Nu heb ik wel genoeg gezegd, dit was het. Dank je wel. Dank je wel.